allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag. Oh, gisteren sluitte mijn dag iets minder leuk af. Helaas, zoals jullie hebben kunnen zien, ligt mijn... Als je de vlog van gisteren hebt gezien, dan heb je kunnen zien dat mijn bureau aan tweeën ligt. Maar goed, het is niet anders. Ik ben nog steeds behoorlijk bepist over. Ik werd vanmorgen ook echt met een behoorlijk slecht humeur wakker. En allemaal bij de hand opmerkingen, die trek ik vanmorgen niet. Tenminste, nu niet. Normaal wel, nu niet. Maar mijn laptop staat nu op tafel hier. Er is iemand boven voor een eventueel dakkenplan. Kijken of het kan bij ons huis. Dus dat is uiteraard allemaal heel fijn. Ik zit even in mijn koffie. Ik ben net ontbeten. En ja. Ik ga zo op mijn gemak mijn tas pakken. Want... ik ga richting Portugal, want ik mag vandaag mijn tweede vaccinatie gaan halen. En daar ben ik super blij mee. Mijn tweede en mijn laatste Pfizer vaccinatie. Dat is echt top. Ik heb trouwens lekker geen make-up op vandaag. Ik doe zo meteen wel een beetje concealer op en mijn wenkbrauwen. Maar voor de rest ga ik geen make-up op doen. Het is inmiddels 9:30 geweest. Oh ja, trouwens, ik heb een hoesje besteld. Van Happy Case. Omdat ik een witte popsocket heb gekocht. Maar ik vind het heel lelijk zo staan. En wat heb ik nou gekocht? Deze ook van Happy Case. Maar deze is transparant. Ik heb van Happy Case een hoesje besteld. Met een marble witte achterkant. Ik denk dan past die popsocket er super bij. En ik vind het echt super mooi als dat zo één geheel is. Dus dat komt als goed is vandaag met de post. Maar we gaan straks eerst lekker even naar Portugal. Om daar mijn vaccinatie te halen. Nou, lekker. Maar goed, maar niet uit. Wat betreft het bureau, daar gaan we niks meer aan doen. Dat gaat weg. Dat betekent dat ik geen bureau meer heb. Dus dat is echt kut. Ik moet nu dus hier aan tafel of boven in mijn kamer gewoon met laptopje op schoot. Maar dat werkt ook gewoon niet. Dus ik heb er nog steeds best wel de pest in. Maar goed. Ik ga wel voor een nieuw bureau kijken. Denk ik. Een kleintje. Een klein blad aan de muur of zo. Maar... nou, echt grappig vind ik het nog steeds niet echt. Maar dat is logisch. Verder ga ik niet zo heel veel doen vandaag. Verder. Ik ga zo meteen mijn vaccinatie halen. En vanmiddag rond 2:30 eventueel met mijn opa en oma mee naar Kevin en Jesse. Want die moeten er oppassen. En ik dacht, weet je wat, ik ga lekker met hun mee. Daarom ben ik ook wat lang in bed gebleven. Omdat hun het waarschijnlijk behoorlijk laat gaan maken. En ik moet morgen werken. Nou is dat geen probleem. Ik slaap ook echt wel. Trouwens voor mijn voet. Dat was ik even vergeten te zeggen. Ik heb allergiepillen gekregen. En dan moet ik zeggen. Ik heb hem gisterochtend ingenomen. En ik heb gisteren geen jeuk aan mijn voeten gehad voor het eerst. Ik heb echt heerlijk geslapen. Normaal ben ik echt wakker door de jeuk. Maar ik heb daar nu geen last van gehad. Dus dat is echt top. Daar ben ik heel blij mee. Misschien werkt het. Misschien werkt het. Het zou zo fijn zijn. Maar mijn pillen liggen hier. Toch? Wees even mee. Ja. Mijn pilletjes. Ik ga er zo nog even eentje innemen. Ik wil het alcohol rond 10 innemen. 10:30. Dat heb ik gisteren ook gedaan. Dus ik wil die tijd een beetje vasthouden. Maar ik heb gisteren geen last gehad. Oh, ze komen naar beneden. Goed, daar gaan we. Ik heb even mijn andere jasje uit de kast getrokken. Want zo heel erg warm vind ik het nou ook weer niet buiten. Zeg maar rustig. Dan is het, dat het een stuk frisser is dan wat ik had verwacht. Ik heb trouwens ziek van hoofdpijn. Maar dat komt, denk ik, omdat ik gisteren mijn bril niet op heb gehad. Dus ja, dan hebben we dat. Maar goed, ik ben onderweg naar... Portugal. Ik ga wat prikken halen. De man van de dakkapel zat er. Oeh, kijk, een reiger. De persoon van de dakkapel zat er dus nog steeds. Behoorlijk wat aan het bespreken, zo te zien. Ik heb trouwens mijn merktas weer uit de kast getrokken. Dit blijft zo'n fijne tas. Die is van Atelier Ralph. Het is een Italiaans merk. Maar is zo ontzettend chill. Echt heel fijn. Maar goed.
Tijd om de prik te gaan halen. Mijn mouw komt onder mijn jas vandaan. Dat vind ik super lelijk, dus die ga ik zo even oprollen. Maar ja, we gaan ervoor, jongens. Het laatste prikje. Ik heb er wel zin in. Gewoon dat je daarna gewoon weer met ze kan knuffelen en doen. En ja, het is zo fijn als dat weer dit allemaal gebeurd is. Zitten, ik had suikerwater gekregen en dus we hebben het gecheckt en die was wel een beetje laag, maar dat, waarschijnlijk omdat het niet lekker was van, of tenminste door de prik, niet van de prik, dus niet van het spul wat erin zit, maar van de prik zelf. En nu gaat het goed. Ik ben alleen moe. Ik meen dat die allergietabletten echt vermoeiend zijn. Ik ben heel erg moe. Heel irritant. Maar ik ga even naar de OK heen, want ik ga ik heb trouwens even een flesje gehaald. Ik ga naar de Albert Heijn. Want ik ga vanavond oppassen op Kevin en Jesse en opa en oma. Dus ik ga even eten halen van vanavond. Want ik weet niet wat we daar eten. En ik wil geen vettige dingen eten. Omdat ik de dag daarna moet werken. En ik mag natuurlijk ook niet alles hebben. Dus ik ga van mijn eigen avond eten zo. En lunch, want als ik het toch loop, ga ik gelijk lekker lunch aan. Ik ben echt moe. Station De Akkers. U kunt hier overstappen op de bus. Eindpunt. Goed. Even een tussen de tanden checken, jongens. Snap mee. Ik heb net even gegeten. Maar ik ben inmiddels weer terug thuis. Het gaat weer helemaal prima. Niks aan de hand. Ik ga even een ander deo aandoen. Denk ik. Aan de ene kant wil ik die aanhouden. Ik heb zo'n heel klein rood steentje. Maar aan de andere kant wil ik een ander bedeltje eraan doen. Ik laat me even zitten. Maar ik heb mijn colbertje aan gedaan. Ik dacht dat zit even lekkerder. Ik ga kleding neerleggen voor morgen, aangezien ik morgen moet werken en aangezien ik vanavond niet thuis ben, ga ik even kleding uitzoeken voor morgen en leg ik dat klaar. En voor de rest hoef ik niks te doen, want ik heb morgen toch een halve dienst, dus alles is weer redelijk opgeruimd. Het bureau staat daar nog wel, kleding is wel weg, gelukkig. Maar ik ga dus zo meteen naar... mijn even story. Ik kon mijn wekker nog even doen. Hè? We zitten al op de helft van de dag, dus eigenlijk zou ik zeggen, laat maar zitten. Maar we gaan het toch even doen. Goed, daar gaan we dan met de fles uit Lisa. En ik heb een klein blauw tasje om. Ik denk dat zit wel even wat chiller dan een mega tas. Want op zich zit alleen mijn telefoon en mijn pasje erin en mijn oortjes. En een mondkapje. Dat moet vandaag nog. En ik heb mijn Like Me tas bij. Want daar heb ik lekker mijn eten in zitten. En ik heb lekker gebak gehaald voor vanavond. Dus dat is wel lekker. Dus nu onderweg naar opa en oma. En dan met opa en oma mee. Naar zo'n bijland om de kids passen. Ik dacht, ik ga lekker mijn plus mee nemen. Ik ben zo blij met dit ding. Echt super. Lekker. Ik zeg gebakken niet tas. Ik moet daar niet meer gaan gooien. Goedemorgen. Het is de volgende dag, jongens. Ik heb net gefilmd. Al. Ik heb me verwijderd. Het duurde me iets te lang. Oh god, goedemorgen. Het is zaterdag. Het was gisteravond behoorlijk laat. We waren 11:30. En dat was echt heel erg laat voor mij. Normaal lig ik om 9:30 in mijn bed. Dus 2 uur later, en voordat ik in bed lag, was het 11:30. Oh, had ik niet moeten doen. Maar goed, ik wist dat het eventueel laat kon worden toen ik daar zat. Dus
Wat wel leuk is, ik heb kleding van mijn tante gekregen. Het is allemaal kleding wat zij niet meer past. En ook een jasje. Die ga ik zo meteen aandoen. En deze schoenen. Oh, het wordt heel spannend. Oh, en ik heb trouwens koffie gezet en ik krijg gewoon rustig wakker. Goed. Pink, kom. Kom nou. Kom nou. Ik ben er niet bij. Nee, nou, ik ben het ook al. Ik kom er bijna niet bij. Waar zit je nu dan? Oh, je zit daar onder. Kiekeboe. Kom hier. Kom naar mij dan even. Ik kan er niet bij. Even kroelen, Pinky. Rustig, schat. Laat nu maar zo. Dag, niet weg, Pink. Nou is het goed. Ja, maar de is op oog maar wat bijna gebeurd. Hoi. Pinky. Oh, ja. Pinky gaat vandaag naar de opvang. Ja, dag, schat. Ja. Toch sneu. Nee, omdat Pinky zo agressief is of zo en niet met andere konijnen kan, omdat hij natuurlijk ook vorige keer is aangevallen, gaat Pinky naar een opvang voor konijnen en knaagdieren vandaag. In de hoop dat hij daar een mooi huisje krijgen. Dus, kom maar goed, maar toch eens zielig. Goed, inmiddels ben ik weer lekker thuis en wakker. En ik heb gewerkt, ik heb vanmiddag geslapen. Het is avond. Het is best wel later op de avond. Het is bijna 9 uur. Ik heb vanmiddag geslapen, dus ik ben nu niet mega moe. Dus dat geeft me mooi de tijd om even lekker te gaan douchen. En zo deze vlog te gaan editen en morgen online te gooien. En dan start ik morgen weer een nieuwe vlog. Ik heb morgen mijn halve dag werk. De camera gaat trouwens niet meer meenemen naar het werk. Puur om de reden dat ik niet wil dat die gejat wordt. Ik loop daar echt ontzettend veel risico. En daar heb ik niet zo'n zin in. Dus dan gaan we dat ook maar niet doen, hè. Dus ja, ik laat de camera gewoon wel lekker thuis als ik naar het werk moet. En als er echt dingen zijn die ik wil vloggen, dan heb ik altijd een telefoon bij de hand. Maar ik vind het op werk een beetje tricky. Ik hoorde vandaag weer dat er ergens spullen vandaan geklauwd zijn. Dus ik vind dat niet helemaal gepast om dan gezellig een camera mee naar mijn werk te nemen. Terwijl die daar uiteindelijk toch maar in de kluis ligt en ik ben een half uur morgen weer thuis ben. Dus misschien dat ik morgen wel eventjes een mobiel vlogje doe. Dus even lekker voor het gemak. Ik ga gewoon even kijken hoe of wat. Maar ik ga nu in ieder geval de vlog eindigen. Ik ga lekker editen en even douchen. En dan uiteraard daarna lekker mijn bed in. Want morgen moet ik gewoon weer werken. Dus dat gaan we gewoon doen. Ik ben trouwens wel lekker omgekleed. Dus dat is top. Maar ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Doeg! Of trouwens overmorgen, want er zit een dag tussen. Dus misschien dat. Morgen of overmorgen, houd het in de gaten. Doeg!